vind dat wel leuk om bij het dieren en zo te zijn, dus ik zou graag wel de boerderij willen overnemen. We hebben 200 melkkoeien en rond 2000, bijna 2000 varkens. En we telen dan ook zelf ons gras en ons maïs, die we dan ook zelf geven aan de koeien en de varkens. Niks gebeurt. Normaal op deze akker staat de maïs al ongeveer zo hoog, maar gewoon, we kunnen het gewoon niet zeggen omdat het veel te nat is. Dus dan rond oktober staat hij dan zo hoog, maar dat gaat nu nooit lukken omdat dat veel te laat gaat kunnen gezaaid worden, gaat hij maar zo hoog of zo staan. Dan heb je minder maïs en dan moet je ook nog bijkopen en zo en heb de koeien minder eten. Ja, het is ook voor de koeien, die willen ook graag naar buiten, want rond ongeveer half maart gaan de koeien naar buiten. Maar nu dat het zo slecht weer is, gaat dat niet, want eigenlijk maken ze hun wei gewoon kapot. Papa die kijkt elke dag wel zeker wel een paar keer naar het weer om te kijken of het goed weer wordt en zo. Ja, het is zo een beetje bij iedereen. Iedereen wil graag rap alles planten en zo en dat gaat niet. Dus het is wel een beetje bij alle boeren en zo, stress en zo. Hey, merci om deze video te kijken. En ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.